Drie studenten van de Thomas More Hogeschool hebben de voorbije weken alles uit de kast gehaald om het festival onbeperkt te organiseren. Jongeren met en jongeren zonder een handicap worden er samengebracht. In de namiddag kunnen ze workshops volgen. Ze hebben een workshop henna, graffiti, djembe en retro gaming. Ook kunnen ze initiatie circus volgen. En om 4:30 in de namiddag komen de Rolling Stars. Het zijn twee meisjes die aan rolstoeldansen doen. Eentje zit in een rolstoel, want die is geboren met een open rug. En de zus, die danst gewoon mee. En dan vanavond komt Gunter Neefs optreden. Djembe gedaan, oefeningsjes gedaan. We hebben dirigent gedaan. Dat hebben we nog allemaal gedaan. Lawaai gemaakt. De studenten hebben dit festival op poten gezet als eindwerk. De opdracht komt van Foundation Mechelen, een VZW onder het voorzitterschap van XKV Mechelen-icoon Piet den Boer. De organisatie is tevreden over het werk van de studenten. De concrete opdracht was eigenlijk één, om iets te organiseren waar men iets deed voor het goede doel. Dus dat heeft men bereikt, denk ik. Anderzijds ook het integratie van doelgroepen van gehandicapten en minder bedelen, etc. En ik denk dat er een heel mooi initiatief is in Mechelen wat er ook nog bijgekomen is. Dus ja, hun hebben hun doelstelling wel bereikt, denk ik.